Vanavond werd de nieuwe trainer van Oud-Heverlee-Leuven voorgesteld aan de verzamelde pers. Jean-Pierre Van de Velde trainde 3 seizoenen de Zwarte Duivels in Oud-Heverlee. Stapte mee in de fusie en legde in de eerste 2 jaren van OHL mee de basis voor de stap naar Tweede Nationale. Jean-Pierre Van de Velde, welkom thuis zou ik zeggen, want voor jou is het een beetje thuiskomen, want Oud-Heverlee-Leuven is een club naar jouw hart. Inderdaad, ik kom hier graag terug, iedereen weet dat. Het heeft zijn dagen gekost, want we hebben toch 2 dagen moeilijke tijden meegemaakt. Je moet erover nadenken. Het zijn toch gewoon 48 uur dat je met het probleem bezig bent van je laat een ploeg in de steek die vierde staat en ga naar een ploeg die 11e staat. Dus dan weet je dat je dus ja, moet inboeten een beetje. Maar aan de andere kant, zoals u komt te zeggen, de liefde is zo zoet geweest. Dat je niet kunt vergeten. Jouw voorstellen aan de supporters is misschien niet echt nodig, maar de vraag die op ieders lippen ligt. Oud-Heverlee-Leuven zit niet in zo'n goede periode. Wat kan Jean-Pierre Van de Velde in de directe toekomst doen aan dit team om de hoofdjes leeg te maken en de neuzen in dezelfde richting te krijgen? Ik heb eerst gepraat een beetje met het bestuur, die mij geïnformeerd heeft over het en vooral het gevraagd heeft om te komen. Wat zijn de positieve en minder punten? Dan heb ik gesproken met de technische leiding actueel, met Hans van der Alst en Tom en Jurgen. En nadien ben ik op veld gegaan en hebben we ook gezien wat er allemaal gebeurt. En de eerste fase is vooral van een goede organisatie neer te zetten. 2, druk op de bal. 3, wetende bij balbezit wat de jongens moeten doen. En wetende bij balverlies wat de jongens moeten doen. Ik denk dat we vandaag aan gewerkt hebben en ik vond wel dat de jongens allemaal een gezonde lach hadden. Maar op een toch wel goede manier. Daarmee bedoel ik, ik heb ondertussen op die jongens ingesproken. Ik heb ook gezegd, voilà, voetbal is oorlog. En voetbal is rendement. En die zaken zijn zeer belangrijk om een ploeg oog te houden. Rendement, dat wil zeggen dat je alles eist van een ploeg in de positieve zin. Het moet betaald worden. Ik vergelijk dat met een vertegenwoordiger die een mooi kostuum aan heeft en die kan goed praten, maar niets verkoopt. Rendement is een verkoper die niet goed overkomt, die niet kan praten, maar die veel verkoopt. Ik hoop in de toekomst dat we dat terug met OHL kunnen doen zoals vroeger. En dat OHL terug een ploeg is zoals verleden jaar, zoals over 6 jaar, 7 jaar. En ik geloof erin, we zullen moeten knokken, we zullen moeten vechten, maar vooral de spelers zullen moeten reageren. Zaterdag al die moeilijke verplaatsing naar Antwerp met het mes tussen de tanden? Waarom niet? Ik heb vandaag bepaalde zaken ingebracht in de groep. Van meer vechtlust, van meer agressiviteit, van meer organisatie. Dus als je die 3 woorden zegt aan een groep, ja, dan weet je dat er dat moet gebeuren zaterdagavond. En die dan niet aan meedoet, ja, die kan stoppen met voetballen. Voetbal is oorlog. En wie dan niet aan meedoet, moet thuis blijven. Jij kent het huis hier natuurlijk, misschien van binnen en van buiten. Is er op die 5 jaar dat u weg bent geweest veel veranderd? Nee, niet veel, want het is persconferentie vanavond en ik zie weer al mooie mensen. Ik zie weer al lieve mensen. Ik zie weer al mensen zoals wij, gewone mensen. Maar ik heb ook een burgemeester zien stralen vanavond, meneer Van der Zanden. En als die straalt, dan weet ik dat hij tevreden is. En nu staan ons als groep. Zowel spelers, coaches, bestuur, media, van eraan te werken en zo snel mogelijk een 3 punten te pakken. Is dat niet zaterdagavond, is dat volgende week. Maar we moeten zo snel mogelijk een 3 punten te pakken. Tot slot, heb jij nog iets te zeggen aan onze supporters? Beste supporters, je bent het trouwste publiek die ik tegengekomen ben. Jullie hebben de eerste keer mijn naam gescandeerd. Voor Dender, ik hoop dat we nog mooie dagen tegemoet gaan en dat we samen nog iets kunnen veroorzaken waar iedereen van droomt. Je weet, mijn chipie weet je nooit. Dank u wel. Goed. Bedankt Jean-Pierre en veel succes, vooral nu al aanstaande zaterdag. Dank u wel.
Zo, beste supporters, u heeft het gehoord. GP is back in town.